Hoi, ik ben hier ook vandaag bij als holibi en transgender persoon, omdat ik super verbaasd was deze week toen plotsklaps alles in regenbogen baden in deze stad. Nog maar 5 jaar geleden herinner ik mij dat dezelfde burgemeester als die van vandaag iets zei dat eigenlijk helemaal tegenovergestelde was, namelijk dat wij allemaal neutraal moesten zijn, wat dat ook mogen betekenen. Dus bij het zien van deze campagne, In Antwerpen kan iedereen stralen, dachten wij met een aantal mensen van wij denken daar toch wel een beetje anders over. In Antwerpen kan misschien iedereen stralen, maar mag niet iedereen stralen. Want als je een hoofddoek draagt, mocht je in Antwerpen niet stralen. Als je vluchteling bent, mocht je in Antwerpen niet stralen. En nu wordt eigenlijk een minderheidsgroep gebruikt als lokaas voor de verkiezingen. Want eens dat bepaalde partijen gekozen zijn, dan doen die mensen er allemaal niet toe. Dus wij willen pleiten voor een pluralistische samenleving waar dat iedereen er altijd toe doet en kan en vooral mag stralen in de hoedanigheid hoe dat zij dat wensen. Ik denk dat het een soort van politieke stunt is of zo, of een trucje om de bevolking een beetje te bespelen. En ik denk dat het past eigenlijk in een heel gesloten en haatdragend klimaat, omdat dit echt een teken is van hallo, wij zijn kei open en wij zijn tolerant. En het is precies zo een politieke boodschap om te bewijzen dat mensen tegenwoordig, of dat politici en beleid tegenwoordig open en tolerant is. Wij zien de laatste jaren dat heel de holibi-strijd vaak wordt gebruikt tegen bepaalde minderheden, terwijl dat eigenlijk absurd is, want minderheidsgroepen, ook holibi-groepen, voeren in principe dezelfde strijd. Wij willen namelijk allemaal geaccepteerd worden in Antwerpen, want wij zijn gewoon allemaal Antwerpenaren. Maar ons stadsbestuur laat dat helaas niet toe. Want in Antwerpen kan iedereen stralen, behalve als je een hoofddoek draagt. Het is trouwens Bart De Wever die zelf in 2013 heeft gezegd dat je niet met een regenboog-t-shirt aan het loket mag werken. Net zoals dat je ook niet mag werken met een hoofddoek. Maar waarom zou dat niet mogen? Neutraliteit is pas echt neutraliteit als alle diversiteit zichtbaar is. Terwijl ik vind dat we eigenlijk in een omgekeerd klimaat zitten. Dus dat was dan mijn conclusie. En ja, ik voel mij dus gebruikt. Echt kei bizar.